Ja, ruim een jaar was het stil, maar ze zijn terug van weg geweest op een nieuw label, namelijk dat van Camaro Emerald, met een nieuw geluid, jaren 60, bluesrock, beetje ethisch, maar dan in een vette hedendaagse productie. Boet. Hi. Tobias, zeg ik het goed? Heel erg goed zelfs. Dit heet dan in een chique krant een eclectisch album. Je kiest een beetje uit de jaren 60, uit de jaren 80, bluesrock. Ja, wat vind jij ervan? Ja, ik vind het geweldig en ik vind dat je eruit ziet als de jaren 80. Nou, dan gaan we al de hele goede kant. Zo'n lekkere, strakke band uit die tijd. Yes. Ja, toch? Ja, nou, we doen ons best. Ja, nee, leuk. David Bowie komt voorbij qua invloeden. Ja, 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 wie absoluut. Niet? Ja, leuk, jongens. Doors. Doors. Ja, ja. We kunnen wel doorgaan, maar zullen we gewoon het nummer spelen? Ja, als je wil, graag. Ja, heel graag. Ja, dat zie ik aan je. Dat zie ik aan je. Ik ga je niet langer ophouden. Hoe heet het? Don't You heet het nummer. Don't You! Woed! I'm your now one. Girl, you never try to stop. No, 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 you never try to stop them all. Don't you try to hide from me, baby, I'm the one you want. Maybe you cannot control. You're out of control. Don't you try. Dankjewel, jongens. De single Don't You is te downloaden. En op 30 mei staat Woed in het Paard van Troje in Den Haag.